I will say that plants are carnivores. They like to eat vegetable matter and they like to eat meat. But they wait for the meat to die. And they don't hunt. They do hunt. They hunt by waiting. Huh? Oh, dat gaat goed, hè? Wauw! Well, we can add more as well, too. Jeanette, you need a hat. So, the idea is that you can select some seeds that you want. We have lentils, fennel, fenugreek, onion, dill, and some mystery seeds. Really, we're gonna come up with our own formula. We're all young scientists here, right? So, your formula, for the most part, was like mostly clay and then some soil or manure and then some seed. Yeah, just don't overestimate the amount of seed that you put in. It's about 1/10. We have to get the clay and the soil mixed. And so what we're going to do is open some of these and cut them into some soil and add some water, and then we're going to take off our shoes. Right. Once we have the right consistency and we add some seeds, we can then sculpt for a while, just like ceramics class. It's a garret. Oh, for cutting. Yeah, who's good at cutting clay? Kumar. Oh yeah, I forgot to say, gloves are optional. We do have gloves down there. Another thing, how many people here are vegetarian? You're a vegetarian, sort of. Yes. Okay, so this stuff is optional, but you can add it later to your clay when you're sculpting so that the vegetarians don't have to deal with this. Now, I will say that plants are carnivores. They like to eat vegetable matter and they like to eat meat, but they wait for the meat to die and they don't hunt. They do hunt. They hunt by waiting. Yeah? So these are boxes of gross, right? But actually, the seeds like it. Maybe it's too late. Oh. There we go. It's a siphon thing. How much? We're gonna need more water, I can tell you that. Can I get some buckets? Yeah. Oh, Sousa found buckets. Ask her where they are. Oh, they were standing. I've seen upstairs, yeah. Yeah. Yeah, bring some water. Well, yeah. How easy this could be. Okay, sure. This is a really quick example. It's called I Made a Bioart Sandwich. Okay, this is our first eco art sculpture. We're adding a little dill, about 10%. There. Oh! That was easy. If you put on some gloves, you can squish it up. What you like? Yeah. It goes like this. The regime sculpting is like this. They won't get. How it's doing. But it feels good. Yeah, it's nice. Whoa. Wanna walk in the front? Oh, mooi schone boek. Oh, dat gaat goed, hè? Right. Wow. We can add more clay. Okay, go easy on the water because it's getting wet. Yeah. More clay and more shit. Wat is dat? Dat, oké, wat is dat?
What is that? That's clay. Smile, you're on camera. Oh, English people. The show and shit. Oh, hey, ik mis het even opnieuw. Oh yeah. Ooh, that's good. Nice nu zelfs ze dan hebben we het. Okay, who wants to make a sculpture? So before you sculpt, you want to mix seeds in, yeah. Mm. Okay. You guys want to make a sculpture? I'll give you a shovel. There's gloves over there. Okay, who wants a plate? If you ask the pretty girls with the shovel, okay, they will shovel you some, and you can park your bike and put on gloves, and then what is it for? We're gonna take them and smush the sculpture. When you're done with the sculpture, you mush it into this building. Hij is wel een beetje gewoon tegen gebouwen aan te smashen. Ik ga er een beetje van wat spachtel bij. Because we need to make room for artists. So all of you are gardeners or what? No, we are not gardeners. Everybody is a gardener. Sure. You don't have to be in class to do it. Yeah, please show. Je kan ook nog een decoratief laadje met andere zaadjes maken. Oh, en gezichtjes en zo. Gezichtjes. Misschien wat wiet. Ja, kan ook nog dat door. There's some here. You can just see what so guys are doing. Some extras. It's also What's that? Het wordt iets langwerpig, dat weet ik al wel. Vertel meer. Nou, misschien iets visachtigs. Of een spermatoïde. Probably the best mix is between my toes. VPRO maakt een opname. VPRO is een opname aan het maken, zo te zien. Biggest turd in Amsterdam. Here you go, Jeanette. Here's a photo op. Oh, nice. Soon you're not coming in? No. What's up, man? This is not how you garden? Yeah, I'll do it with my hand. All right. Okay. Ja, ik ga helemaal.
nog een paar daarin stoppen. Ik wil er ook nog een paar. Wat schrijf je allemaal op? Ik schrijf op wat ik zie. Vooral over de mensen, hoe mensen reageren. Iemand kwam vragen of het een vrijgezellig feest was. Dat vond ik wel een raken. Maar sexy is wel zaadballen, hè? Ja, zeker met blote voeten. Bionieuws heet het, vakblad voor biologen. And stroll and smoosh and flick. No? Beyond sustainability into extra, extra innings. Mm. They're full of seeds. Yeah, so when you spread the mud, it goes into the city and you get flowers everywhere. That's the idea. If you want, you can join in. Nou ja, dat doet niet zo. Het heeft ook met de zaden te maken, toch? Het heeft met de zaden te maken. Als je ze warm neerzet met op een vochtige plaats, dan denk ik dat het 3 tot 6 weken duurt. Nou, we gaan ze nu verspreiden, dus warm en vochtig. Ja. Daar moeten we op letten. Ja. Nou, gaan we daarop letten. Dus als u binnenkort iets in de omgeving ziet... Dat zaad, hè? Die zaadballen. Ja, die zaadballen, inderdaad. Warm en vochtig. Ken je het verhaal van het mosterdzaadje uit de Bijbel? Nou ja, één mosterdzaadje, heel kasteel. Plat, ja. De kracht. Nou, een mosterdzaadje, wat kan het voor schade aanrichten? Een grote koning, die zei, mij gebeurt me niks. En iemand plant één mosterdzaadje en wachtte 200 jaar. First we walk around the bog a little, looking for places. Get the camera lady. Hey, bitterbal! Bitterbal. It's bitterballen, right? Ik kan niet zo heel goed mikken hoor. Maar ik ga proberen op zijn kont. Yay! Over there. It's getting sexy. It's kind of sensual, huh? Like smushing it in. Oh shit! Perfect! Nice.
Hey, get Barbara. There she is. Get her. Daar zie je het goed in. Dit is allemaal op die manier ontstaan. Dus dat doen wij nu ook, zeg maar. Deze zijn prachtig. Delicate. I think I'm more expressionist than that even. I'm just flicking. It's a lot of flicking, I think. I'll flicker, flicker. Oh my god. Ja, want ze zagen mij met zo'n ding. Ja, er hangen camera's boven, dus het is gewoon vastgelegd. Maar dat maakt verder niet uit. Waarom kom ik in de gevangenis? Ik weet niet wat er voor een straf staat op het verspreiden van zaad. We zijn bezig met een soort van guerrilla gardening, seed broadcasting, public seed broadcasting. Dat is georganiseerd door Adam Zaretsky. En Adam woont in Woodstock, New York State, Verenigde Staten. Is een tijd lang bij Waag Society Artists in Residence. Is bezig met zijn PhD Artistic Research bij Rensselaer Polytechnic Institute, ook in New York. En hij is bezig met biokunsten, of gewoon dat een genre is dat eigenlijk niet bestaat. Want er is heel veel discussie over wat nou biokunst is. Hij is... We zitten een beetje in dezelfde hoek als Eduardo Katsch. Of gewoon die daar ook heel veel discussie mee heeft of Eduardo Katsch nou hele integere kunst maakt. Voor het lichtgevende konijn Alba bijvoorbeeld zegt Eduardo Katsch nooit een konijn kwaad te hebben gedaan. Alba zelf niet. Maar er zijn wel meerdere honderden in het laboratorium wel hard aangepakt. Omdat ze opengesneden moesten worden, onbevrucht te worden. Omdat ze soms niet lichtgevend genoeg waren, et cetera. Adam is een beetje een soort van opvolger van het werk van Joe Davis. Hij noemt zijn eigen kunst niet biokunst, maar... Vivo arts, alle kunstvormen waarbij levende organismes in het tentoon te stellen object zitten. En wat hij daar eigenlijk allemaal mee wil is
biotechnologie, biologie gebruiken als materiaal om kunst te maken. En biotechnologie niet alleen voor te behouden aan de militaire industrie, de defensieindustrie, de medische industrie of de landbouw. Als die sectoren van biotechnologie gebruik mogen maken, waarom zou kunst dat dan niet mogen? Dat is een beetje een startpunt van waaruit hij allemaal zijn dingen doet. En wat is de betekenis daarvan? De betekenis is ook om debat te genereren, waardoor mensen zich bewuster worden van het feit dat we in een hoogtechnologische maatschappij leven. Maar ook om te kijken wat nou de grenzen van kunst zijn. En nou, misschien interesseert hem dat nog niet eens zo, maar het feit is wel dat het wetenschap als materie voor kunst neemt. En wij doen het bij De Waag omdat we het interessant vinden om te kijken hoe dit soort technologieën, of gewoon hier met public seed broadcasting, een hele simpele vorm van gebruiken, die min of meer een symbool staat voor hoe gemakkelijk je genetisch gemodificeerde organismen in de publieke ruimte kan verspreiden. We werken er bij Waag Society mee, omdat het ook weer een manier is om te laten zien hoe je technologie naar het publieke domein kan brengen. En als je kijkt naar de kerndoelstelling van Waag Society, creatieve technologie voor culturele en maatschappelijke innovatie, dan is dit daar echt wel een voorbeeld van, hoe we daarmee bezig zijn. En ook, net als internet een heleboel technologie gedemocratiseerd heeft, is ook biotechnologie zich aan het democratiseren. Vroeger had Greg Venter een enorme supercomputer nodig om het menselijk genoom uit te rekenen. Daar is tegenwoordig al niet meer zo'n hele zware computer voor nodig. En ook niet meer zoveel rekentijd. Volgende week vertel ik het volgende deel. Thank you.